Hey. Hey. Ik heb gedronken. Ik heb gedronken en beleefd. En dan de rest van die zeurtekst van blauw, blauw, blauw. Keer ik terug. Naar jou. Nou, ik helemaal niet. Ik wil het hebben over onze vader. En geen geintjes, AUB. Een vader weet de weg. Beter nog, een vader leidt de weg, is de weg. Dat is de beste vader. Ja, de vader die als de kinderen kijkt en denkt van, nou ja, ze moeten zelf maar weten. En ik doe het zo. Dat is een vader. En moeders, ja, die zijn maandelijks deluxe. Dus niet per 30 of 28. Ik kan niet zeggen van, oh jee, dit jaar is schrikkeljaar. Dan wordt mijn vrouw eerder ongesteld. Of moet ik je persoonlijk komen handwerken? Je snapt wel wat ik bedoel, of niet? En dan moet je die vrouwen niet kwalijk nemen. Je moet ook niet denken van, nou maar, dan kunnen we ze een functie geven. Ze hebben een functie in het geheel als vrouw. Nee, helemaal niet. Er zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, hongersnoden, tsunamis, verrassende aanslagen op 11 september... En een andere hele grappige idee, een machinale, injectionale, van laten we allemaal idioot worden. In navolging van Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ik wil je vriendelijk, heel vriendelijk herinneren. Aan mijn grotere broer. Ja, grotere boer, kan je ook zeggen. Grotere, in de zin van Allahu Akbar. In vergelijking met die broer van mij, van 2000 jaar geleden, ben ik een periwinkel. Een slapjanus. Dat is mijn naam. Periwinkel. Slapjanus. Pussy, cat. Helemaal niks dus. Vergeleken met hem. Dat was een lefgozer. Herman Brood. Nou, Christus Jezus, hè, die was dan het brood der mensheid of zo. Hè? Had je Herman Brood? Nou, die loog er ook niet om. Die heeft wel zitten janken op tv. En dan van het Hilton Hotel afstappen. Doopzaks. Herman Brood was een hele gevoelige man. Ik ook hoor. Ook al beweren mensen van niet.
Ik ben ook heel gevoelig. Maar niet zo gek dat ik van het Hilton Hotel af ga lopen. Er is ergens iets over het paard getild. Zoiets. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Of ja, dope sucks. It is running out of my nose. Ja, je verklaart het mij maar. Hoe dat kan, hè? Herman Brood is in mijn ogen de gouden. Het dope sucks, man. It is running out of my nose. Hij heette Brood. Christus is geboren in Bethlehem. Dat is huisbrood. Hij heeft zichzelf zijn lichaam. Het is brood. En zijn bloed was wijn. Ja, met allebei maak je elk feestje leuk. Ik zeg het je, hoor. Ik zeg het je. En dan ga je naar de Turken. Ja, even een lekkere brood. En een bak wijn. En meer heb je niet nodig. Ja, begrijp mij goed. Nu een grapje, dat mag toch, hè? In de naam van onze vader, hè? De Joden, die hebben altijd alles verkloot. Dat is het punt. Altijd deden de Joden alles. Alles. Maar dan ook echt alles fout. Je kan het zo stom niet verzinnen. Of de Joden hebben het fout gedaan. Nou, zo is het. De gedenkzaal. Dat hele verhaal, hè? Met de koningen. De eerste koning. Ja, wij willen ook een koning. Oh, 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 oh. Wat ergerlijker is, is dat ik als Germaan meer weet van het Tanach dan andere mensen. En ik ben niet eens een Jood. Ik ben helemaal niet Semiet. Ik ben antisemiet. Dat ben ik. Bijna semiet. Anti betekent bijna. Antichambre. Se renegocie. Sa. Dus de bij. Ja, de tweedehands. Maar dat betekent niet dat ik slecht ben. Ik ben tweedehands. Een brillenjood. Dat was mijn naam vroeger. Mijn geuzennaam. En die jongens, die heb ik op de bek geslagen. Ik heb al meer jongens op de bek geslagen.
Nooit meisjes hoor, altijd jongens. Treit de kutpikkies. En rammen er bovenop. Ja, zo is het leven. En voor mij dan. En voor jou in zekere zin ook. Hey, aan Christus Jezus werd gevraagd. Christus Jezus was een apert tegenstander van vroom gedoe. Nee, Christus Jezus was net als ik meer van handen uit mouwen en resultaat. Hongerigen te eten geven en dorstigen te drinken. Dit is die overtuiging die ik deel met mijn grote broer. Een beetje heel erg veel groter. Want ik ben zo'n slap Janus. Ja, toen ik zo oud was als Christus Jezus, toen hij aan het kruis hing, toen zat ik te janken bij mijn therapeut. Ik ben een crybaby. And going strong. Ja, wat is dat nou? Patti Smith. Die heeft gezongen, Jesus died for somebody's sins, but not mine. Ja, dat klopt. Mijn zonde, die heb ik zelf afgerekend. Dacht ik. Het punt is, zijn woord van Christus Jezus heeft mij gevangen. Ik kan het niet, ik ben net als een ding dong, dat je zo'n klepel bent. Je kan er niks aan doen. Een ding dong. Je bent gevangen. En dat voelt prima. Ja, toch? Om de gehangene te zijn. Eerst was ik de dwaas. En nu de gehangene. Ik vind het best. Kom, we gaan eventjes onze vader doen. Dat is zo'n leuk gebed. Alleen, ik ga stotteren. Het begin is leuk. Het begin. Ja. En dan wordt het uiteindelijk minder. Dan komen we zo dadelijk aan. Het begint met onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook hier op aarde.
Radio Gideon. En wat nu? Nu geef ons heden ons dagelijks Adolf Hitler, Hein, Albert, de dinges, de 25% korting. Is dat waar je om vraagt? Heden ten dagen. Ik dacht het niet. Nee, Second Savers niet. Ik dacht het helemaal God vergeet het niet. Onze Vader is dat je kijkt naar je eigen biopap. Simpel beginnen. Empirie. Je kijkt naar je biopap. En dan denk je, jeetje, wat een periwinkel. Wat een slapjanus. Wat mist die? Wat mist die, die vader van jou? Die is bijvoorbeeld vertrokken of zo. Heeft je moeder een schop onder de kont gegeven? Weet ik van wat die vader van jou heeft gedaan. Met messen in de rondte geslingerd of zo. En je ziet dus dat je vader, je moeder daarentegen, ja, daar kan niks mis mee zijn. Die is gepaald en toen kwam jij eruit. Dit was zo'n bing bong. Gaat erin en jij komt eruit. Dus met je moeder, daar kan niks mis mee zijn. Het is hooguit, ik heb je 9 maanden lang en je baring en oeh. En dan ga jij medelijden hebben met je moeder. Fuck you. Wie zijn dat eigenlijk? Ja, dat zei ik. En dat was emotioneel. Dat was F-U-C-K. Spatie. Y-O-U. Fuck you. Je vader, daar gaat het om. En je ziet dat die man een beperking heeft en aan welke maat. Je moeder, wat heb je te verwachten van je moeder? De meeste vrouwen, als ze een keer zwanger zijn gemaakt, die zeggen, mijn tieten gaan hangen. En hebben ze ook helemaal geen zin meer in seks. Dan zijn ze veranderd van sekssymbolen, van lustobjecten in, wanneer komt de kapper aan huis? Ja, toch? Ja, ga maar op zoek naar een bejaardentehuis. Dus om moeders gaat het niet. Want met moeders heb je per definitie medelijden. Met je vader niet. AUB. Het is het laatste dat ik wil van mijn dochter. Of dat weet ik veel, of dat mijn dochter is, maar zo'n jonger iemand. We hebben een relatie, zullen we maar zeggen. Medelijden van haar met mij over mijn lijk. Ik probeer te zijn als vader zoals mijn vader is voor mij. Want mijn vader is daar. Voor mij. Ja, dat is heel gek om te zeggen. Ik maak me helemaal nergens zorgen over. Zo'n stommeling als Jezus Christus. Die liep met zijn God tegen de kruis aan. Die is lekker dood gegaan. Maar zo stom was ik niet. En ik ben er nog. En dat zal wel goed gaan. Denk ik. Zo'n stommeling als dat ik ben.
Dat kan jij ook zijn. Dat kan iedereen zijn. Iedereen is in staat om alle hoop op te geven en te zeggen: ik ga all in. Het is afgelopen. En doe het dan. Zit niet zo te zeuren. Steek de hele hens in de fik. The roof is on fire. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn. Burn, baby, burn. Doodum, doodum. De roof. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Ja, alleen mij en mijn vader kennen. De medelijden, dat is niet echt zijn ding. Nee, het is niet. Het is meer aan mensen. Ja, serieus. Ja, en dat lukt wel best goed. Ja, wees eerlijk. Je hebt alle mogelijkheid om medelijden te hebben. Alle. Met iedereen. Dat moet je eens even doen, man. Ja, pauze. En dat je van al die andere mensen denkt van, ja, verdorie, ja, dat is ook maar een kutbaan die jij hebt. Ook al ben je werkeloos. Dat is ook maar een klote bestaan. Behandel mensen in jouw omgeving vanuit je medelijden. Passioneel, heet dat. En niet wantrouwend. Niet achterdochtig. En met mijn coördinator, die is dan anders dan ik. Die is achterdochtiger. Nee, ik niet. Ik ben all in. Ik smijt het er gewoon tegenaan. Het maakt mij niet uit hoe ik de pijp uit ga. Ik wil Armageddon meemaken. Heel graag. En dat ik ga zaken reizen, commuteren. Hè? Want dat ik in Auschwitz heb ik een gezinnetje. En een hoop pappen naartoe. Ja, die gaat even naar Stalingrad. Rat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 . Al die Russen verlossen van die foute, stomme Russen. En dan blijven de goede Russen en de goede Duitsers. Ik ben Duits. Ik ben Germaans. En dan blijven die goede Russen en die goede Germanen. Die blijven over en dan gaan we Slibowitz zapen. Al die rotzooi opgeruimd. Ja, het is hopeloos. Ik snap het wel. Dat gaat maar door. Maar als principe, hè, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de Hashemayim, als in de
De haarraads. De rest. De rotzooi. En er is een heerser van de rotzooi. En die heet Satan. Een vrouwelijk element. Een manager. En als je het hebt over meedogenloosheid. God, het algemeen opererend principe. General Operating Device. GOD. Het algemeen opererende principe. Er is de rekening. En houdt dus geen rekening. Het is de rekening. Het randje. Alsmaar voorwaarts. Mededogen, dat is niet in zijn ogen. Waarom? En die merkwaardige woorden van Christus Jezus aan het kruis. Dat hij zei, o Heer, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Dat hoort niet. Dat is angst. En vergeef het Christus dat hij dat soort gekke dingen zei. Dat is wel het minste wat ik van jou mag verwachten. De dood van het heengaan van Christus. Dat was noodzakelijk. Ja, punt. Bereshit. Dat is het geheim. Zoon, God, destructie, hand, kruis. Bereshit. Op zijn Hebreeuws. Dat je het even weet. Ongelooflijk, vind ik het ook. En Bhagwan, Rajneesh, die Indische gozer uit India. Die vegetariër, met zo'n baard. Van die hondenogen zo. Oh, ik ben aanwezig hoor, joh. Ik ben helemaal aanwezig. Lul. Die is vergiftigd. De trut. En een soort... veel te veel vertrouwen. Daar ben ik niet van. Ik vertrouw helemaal niemand. Geen systeem, helemaal niks. Ik ben nergens op tegen. Want dat vind ik stom. Want alles dat gebeurt, is de wil die onze Vader is. En neuk jezelf kapot. Doe maar wat. Ga maar barbecuen. Waarom niet? Ga illegaal vissen.
Dus waarom niet? En wees iemand. Ja, dus onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de Hashemayim. En de Haaretz. En dan. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is de kracht en de heerlijkheid, tot in den eeuwigheid. Amen. Dat laatste stuk laat maar zitten. Als je dat niet begrepen hebt. En jij bent hier niet om te iets voor elkaar te krijgen, of boos te zijn. Of nee, jij bent hier op een slagveld. Met daders en gewonden. En jij wandelt tussen de kogels door. En heb op een of andere manier geen enkele last van gifgas. Ja. En wat ga je doen? Nou, je gaat zorgen voor die gewonden. Mini. En wat nou? Jesus died for somebody sins but not mine. Nee, je gaat die gewonden gaan je helpen. Die slachtoffers. Mini. Maar iedere seconde die jij met aandacht besteedt aan het een slachtoffer de helpende hand bieden. Ook al heb je helemaal niks. Nou, Christus heeft ook gezegd, als je denkt aan overspel, dan heb je het al gepleegd. Nou, ik zeg tegen jou, als je maar denkt aan het helpen van een slachtoffer, dan heb je het al gepleegd. Dan ben je al goed bezig. Dan kom je in de moed. En we gaan Adolf Hitler en de paus en al die meuken niet bestrijden. Dan gaan we opeten. Chap chap, lekker hoor. Hapje voor hapje. Of spring ik nou te snel? En opeten, dat doe je de kleine dingetjes eerst, hè? Dan leer je eten en dan word je wat groter. En denk je, nou, ik heb gegeten. Nou, hebben we op en dan gaan we door eten. En dan kan je steeds grotere hapjes nemen. En eten we alles op. Snap je? Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de Hashemayim. En de Haaretz. En geef ons de wil tot orde. Uit chaos. Geef ons de wil om zelf onze eigen rotzooi op te ruimen. En geef ons de wil tot onafhankelijkheid. Bid dat. Nu.
Niet zelfs, niet straks, maar heute nog. Ja, man, schep orde uit chaos. Dat is heel belangrijk. En schoonmaken is er één van. Dus poetsen. Ja, repareren. Dat is er één van. En koken. Ja, en wassen. Schep orde uit chaos. En begin ermee. In gedachten. Zo grappig. Een vriendin van mij. Die heb ik uitgenodigd. Om te komen koken. Voor Klarendal en Sint Maarten. In een team van mannen. Nou, ik ben een kok. En mijn collega heeft gewerkt in de catering. Is ook een kok. Onze coördinator die is jarenlang hoofd geweest van keukens. Iets van 18 of zo. En dan komt die vrouw erbij. Nee, dan gaan we lachen. Het punt is, mijn collega die vindt dat hij het fantastisch weet. Ik vind dat ik het fantastisch weet. En onze coördinator die vindt dat hij het ook fantastisch weet. En wie is er nou de baas in de keuken? Ja. Dat is een strijd. En zo'n vrouw erbij, die draait er helemaal dol van. Nee, maar dat kan niet. Nee, maar zo ga je niet koken. En die gaat helemaal uit de plaat. Dus die is ontslagen. Die doet dan niet meer mee. Punt. Het is een cook battle. Onze coördinator die heet Gordon Ramsay. Ramsay. Een zeikneus. Vervelende opmerkingen. En, ja, ik ken het wel. En dan mijn maat waarmee ik over straat loop. Dat is Jamie. Dat is Jamie Oliver. En ik ben een repelsteeltje. En ik ga binnenkort boena gorst maken. Jeetje. Ja, dan gaat Gordon Ramsay even... die gaat even van zijn steen af, hoor. En boerenkorst, die wordt dus heet. Er moet heel veel rijst bij. Ik zeg tegen echt veel rijst per persoon. Hoor. Dat is een gerecht en daar moet je van uitbuiken. En veel vet. En geklaarde boter. Jeetje, als je dat op hebt, man. Nou, ik zou een filmpje gaan starten. Ja, Bueno Gosh.
Dat is Hindi. Dat is gebakken vlees. Gebraden vlees, ja. Bueno, kost. Ja, voel je dat taalgraap? Onze Vader die in de hemel en zijt, uw naam wordt geheiligd. Oh, man. En hoe is het met jou? Krabbel je eigen... Het valt toch allemaal best wel mee, of niet? Sydney zat te zeuren. Denk na over mogelijkheden. Er is altijd wel iets dat je denkt van, nou... Al is het maar weet dat je weet dat, nou, als je dat doet, dan gaat het fout. En dan ga je precies dat doen. Dus advies, levensadvies. Dus maak je een beeld van, nou, als je dat gaat doen, nou, dan gaat het fout. Dan moet je dat goed omcirkelen, dat je precies weet, daar gaat het om en dan gaat het fout. Dan ga je dat doen. Even kijken wat er gebeurt. Mijn vader heeft toch geen medelijden met jou. Dus... Ja, dat kan je net zo goed wel doen. Probeer het maar uit. Ja, een mooi verhaal. Is het verhaal van het verloren schaap. Bedenk goed dat die volgzame schaapjes, die worden aan het einde van de dag, voordat de nieuwe dag komt, al die schaapjes in de kooi, en dan gaat die herder op zoek naar het verloren schaap. Het verloren schaap is heel belangrijk. Wees een verloren schaap. Je bent belangrijker dan al die schaapjes. In de schaapskooi. Ja, wees verloren. En dan moet je... Net als ik. En dan... dan heb je niks meer te vertellen. Kan je ook niet meer dronken worden. Heb je ook geen last meer van katers. En... Ja, dus... Nou ja, andere dat soort dingen. Je vindt wandelen leuk. Met mensen omgaan vind je heel fijn. En kinderen, daar moet je van huilen. Nou, niet in hun bijzijn natuurlijk. Maar dat soort dingen. En dan voel je je... Mens. Tenminste, zo voel ik mij. Dat je het even weet. Heel fijn dat je dit geluisterd hebt. Heel jammer dat ik vergeten ben waar het ook alweer over ging. Oi, 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 oi. Ik en mijn dronken moleculen. Ja, kijk, daar komt het op neer. En bij jou ook.
Wees gerust, de hele boel gaat naar de kut. Of de kloten. En voor die tijd gaan we nog een keer dansen bij Jansen. Ik beloof het je. Mijn woning is een, heb ik een dansvloer. Yes, we can dance at Paris. Have a dance and have a stance. En de buren waarschuwen. Het is allemaal mijn verantwoordelijkheid. En dat is denk ik het belangrijkste. Oh, ik weet het alweer. Onze Vader. Onze Vader die ons vrijlaat om te kiezen. Hij die heeft, zal gegeven worden. Hij die niet heeft, zal ontnomen worden. Dat wat hij heeft. Amen. Ik ben wat vrolijker hoor dan mijn broer. In die zin. Hè? Ik zie wel mogelijkheden. Ja, en als jij die ook wil zien, dan moet je nog vaker luisteren naar college. Or you go fuck yourself. And yourselves. Hey, dag liefers. Doei.